Borstkanker is een kankersoort die het meest voorkomt bij vrouwen in Suriname. Dit is de reden waarom Stichting Pink Ribbon Suriname gestart is met een bewustwordingscampagne, zegt bestuurslid Mirjam Irving May. Volgens haar zal de samenleving middels een monoloog muziektheatervoorstelling Mohini Fighting Against Time hierover bewust gemaakt worden. Verder legt Irving May uit dat borstkanker voorkomen kan worden als er op de risicofactoren gelet wordt. We starten met schoolvoorstellingen. Wij vinden het meenemen van jongeren in dit bewustwordingstraject vinden wij ontzettend belangrijk. Want hoe eerder je kan beginnen aan bijvoorbeeld een gezonde leefstijl, hoe beter. Je kan daarmee ontzettend veel ellende voorkomen. Dus wij starten met een drietal schoolvoorstellingen en die vinden plaats op 16 en 17 juli. Dan starten we groots met de commerciële voorstellingen, zal ik het maar noemen. En we noemen de eerste voorstelling noemen we het Pink Carpet Event. En daarna, en dat is de 19e, en 20 en 21 zijn de reguliere voorstellingen. Dus de bedoeling is om de jeugd mee te nemen en ook het gewone publiek. Irving May zegt verder dat de stichting de regisseur Ivan Tayapin bereid heeft gevonden het monoloog te schrijven. Hij heeft dat gedaan in samenwerking met actrice Hiljante Redan, die de monoloog zal opvoeren. De voorbereidingen van het stuk zijn volgens Redan begonnen met het praten tot vrouwen die door het proces van borstkanker zijn gegaan. Ook de zorginstellingen hebben ze bezocht. Heel in het kort gaat het over een vrouw, Mohini, die midden in het leven staat. De spil is van het gezin, de familie en ook op haar werk heel veel verantwoordelijkheid heeft. En ze wordt plotseling geconfronteerd met borstkanker en ze gaat door de hele molen van de behandeling en alles. En ze wordt geconfronteerd met de sociaal-maatschappelijke factoren om haar heen die eigenlijk anders zijn dan ze had verwacht. Dus ze gaat een race against time. Met haar ziektebeeld, maar ook emotioneel moet ze heel veel verwerken. Alus Hiljante Redan, actrice van de monoloog muziektheatervoorstelling Mohini Fighting Against Time. Volgens haar heeft zij zich geestelijk voorbereid op de voorstellingen die in de maand juli gehouden worden.